Goedemorgen, het is vandaag 11 november, dat betekent wapenstilstand. Maar in Mechelen betekent dat ook Sint-Emette. En daar gaat deze video over. Dus ik zou zeggen, blijf zeker kijken. Ik ben zo dadelijk bij u terug. Zo, welkom en welkom terug op mijn videokanaal Samen op weg met Eddy. Het is vandaag 11 november, dat betekent wapenstilstand hier in België. Maar voor Mechelen betekent dat ook het Sint-Emettefeest. De kinderen trekken dan de straat op en gaan van deur tot deur zingen in de hoop wat snoepjes of misschien wat centjes te krijgen. Vandaag heb ik hier aan deze Onze Lieve Vrouw over de Derde Kerk een afspraak met het Onze Lieve Vrouwenkoor van Mechelen en met de reuzen, want die lopen ook mee in de stoet. We zullen het maar een stoet noemen. Dus ik zou zeggen, als je dat fijn vindt dat je de kindjes straks hoort zingen van deur tot deur, blijf dan zeker kijken naar mijn kanaal. Zo, je ziet het, achter mij staan al heel wat kinderen die zich aan het verzamelen zijn om straks met mama en papa en misschien ook wel de grootouders te vertrekken in stoet samen met de twee reuzen om Sint-Emette te gaan zingen hier deur aan deur in de nabijgelegen straat. Dus we gaan nog even afwachten en dan gaan we mee opstappen. We hebben de jaarlijkse traditie om op 11 november altijd met de kindjes van onze kinderkoren van deur tot deur te gaan in de Mechelse binnenstad en daar Sint Maarten te gaan zingen. Wij zijn een koor en wij repeteren elke zaterdag en kindjes vanaf 5 jaar mogen hier komen repeteren tot en met dat ze helemaal groot zijn, want we hebben ook een volwassen koor. Dus we hebben plaats voor iedereen die zin heeft om te komen zingen. Met die arme, zieke man, die niet zonder kan. We zijn met 80 kindjes normaal gezien die nu aan het zingen zijn. En we gaan nu vandaag met een 30-40-tal kindjes gaan zingen. Maarten, Maarten, goed soldaat, deel je mantel s'avonds laat. Met die arme, zieke man, die niet zonder kan. De boodschap is, iedereen die graag in zijn douche thuis zingt, is welkom om op zaterdag mee te komen repeteren met ons. Reuze kinderen zijn ook kinderen en willen zeker vast ook mee Sint-Emette zingen. Dus vandaag gaan we mee met de reuze Sint-Emette zingen met de kinderen van Onze Lieve Vrouwenkoor. En deze namiddag gaan we in Badder zingen. Vandaag hebben we Mieke meegebracht en Amir. Dat zijn reuze kinderen, één historisch reuze kind en één nieuw kind sinds 2013. Sint-Emette zingen is UNESCO werelderfgoed. Het reuzen dragen ook. Dus dat zijn twee mooie initiatieven die samenkomen. Met de cavalcade van 2013 hebben enkele mensen het idee opgevat om de traditie in het leven te houden van het dragen van reuzen. We zijn enkele jaren verder en we ondertussen toch enkele mooie initiatieven kunnen doen en we hopen dat te blijven doen de volgende jaren. We zijn ongeveer met een tiental mensen op dit ogenblik. Natuurlijk allemaal vrijwilligers. Ja. Bakken zijn.
soldaat. Wil je mantel 's avonds laat met die arme zieke man die niet zonder kan. Mijn lampje tovert helder licht, het raakt nooit uit, ik hou het dicht. Zo stap ik als Martinus voor van Twentel aan de Poort. Maarten, Maarten, goed soldaat, wil je mantel. Zo, dit was het dan, Sintemette 2021, samen met het Onze Lieve Verelbekoor van Mechelen. Althans, toch een deel van de hele groep. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video en ik zou zeggen, vind je tof, een duimpje omhoog is altijd welkom. Voor de rest, graag tot de volgende keer. Ciao! Wil je mantel 's avonds laat met die arme zieke man die niet zonder kan?